dat heb ik gedaan. Misschien wel wat vrijwilligerswerk, maar uiteindelijk is toen toch de diaconie op het pad gekomen. En dat was de tijd dat het net door was dat de vrouwen ook in het ambt konden. En dat was toen een ware intocht die we hadden, want ik geloof dat we wel met een stuk of 20 waren vrouwen die allemaal gelijktijdig bevestigd werden. Ik ben toch wel erg zelfstandig geweest, alles zelf geregeld. Niemand hoefde zich met mij te bemoeien, want dan zaten we al te ver bijna. En nou heb ik hulp nodig, maar je moet ook kunnen zeggen, ik kan het niet meer. En dan ben ik op dat moment, ik kan het niet meer. Het is veel makkelijker en plezieriger om het zelf te doen, dan dat je hulp krijgt. De andere kant is, ja, dat wordt ook maar niet vergeten. Je krijgt natuurlijk wel meer kennissen. Gezellig, hè? Gezellig. En zo heb ik het ook een handje vol. En daar ben ik ergens ook alweer dankbaar voor. Buurtzorg heeft een aanvraag gedaan bij het burennetwerk. En zo ben ik aan Maaike gekomen. Nou, hè? En dan zouden we kijken hoe het beviel. Het bevalt best. Ik kreeg een brief in de brievenbus over participatie in maatschappij, burennetwerk Gouda, en wilt u daaraan meedoen? Toen op een gegeven moment kreeg ik oproep van wil ik met mevrouw Maris een stukje gaan wandelen. Ja, zo is het gekomen. Hey, dat is hartstikke plezierig.